is heel moeilijk. Beste reizigers, door de staking rijden er minder treinen tussen Roosendaal en Puurs. De treinen rijden weer normaal rond 22 uur. Herhaling, door de staking rijden er minder treinen tussen Roosendaal en Puurs. De treinen rijden weer normaal rond 22 uur. So yeah, welcome to this jukebox dancer. And my name is Kilian. Hallo Breda, Central Station. Yo, Breda, Central Station. This is it, this is where I want to be. We can be anything I want to be. I grew up and they made me believe. Pull straight, you sleep, don't you leave the main road. But I ain't meant to be stuck in traffic. Same old 9 to 5, I prefer to be kicking and alive, that's why. Let it wobble, those bubbles inside my bottle gets tied open. I think this has been a topic in my life for, I think, since always. I guess I had always felt uncomfortable if I was put in any sort of category or label or, you know, drawer, as we say. So it always made me feel uncomfortable. I don't know why, but there was always a strange feeling I had about it. So, yeah. After, I think, creating many different versions around that topic, this is like a finalized performance somehow, yeah. Performing and give something to people, and I can, yeah, there's been very beautiful reactions, and even in this place here where there is just not so much people traffic, so it is very individual, but that's, yeah, I don't know, it gives me a very, very strong connection to
specific, really individuals, which is very beautiful. Ik ben Chantal van Lieshout en ik kom uit Arnhem. Daar woon ik al bijna 10 jaar, maar ik ben opgegroeid in Zomeren bij Eindhoven. In Arnhem heb ik de kunstacademie gedaan, Artes. En ja, wie ben ik? Ik ben 29 jaar. Ja, de laatste tijd is een grote inspiratiebron. Insecten, maar ik vind het heel interessant hoe mensen al een heel ander beeld van de wereld kunnen hebben, terwijl je duidelijk in dezelfde wereld leeft. Maar dan vind ik het nog interessanter hoe een heel klein dier als een vlieg of een mug waarschijnlijk ook een heel andere beleving heeft en dan toch ook in diezelfde werkelijkheid leeft. Dat je soort van samen dat allemaal deelt, maar er heel anders in staat ofzo. Dat vind ik dan heel boeiend. Ik vind eigenlijk de outcasts gewoon interessant. Dus ook mensen die een beetje outcast zijn. Of misschien omdat ik mezelf altijd een outcast heb gevoeld. Vroeger dat je dan zeg van behoefte hebt om die een plekje te geven. Of ja, met liefde te behandelen in ieder geval. Met compassie. Dus ik wil die outcast soort van dragen met empathie en weet ik veel inleven in een outcast. En insecten vind ik daarom dubbel interessant, omdat ze dus zo de wereld anders beleven, maar het zijn ook diertjes die heel veel mensen, waar heel veel mensen van walgen of angst voor hebben. Ik denk dat ik het mooi zou vinden als mensen zich ook over insecten of andere onderwerpen waar ik mee bezig ben kunnen verwonderen. En dan misschien ook een lach op hun gezicht krijgen. Want in mijn werk zit ook wel veel humor. En ik vind humor dan heel belangrijk, omdat dat die soort van ernstigheid een beetje kan doorbreken. En ze zijn zo mooi als je zo even gaat observeren wat ze doen met hun dag. En hoe ze eruit zien. Ik weet niet, ik voel dan heel veel liefde juist voor zo'n wezentje wat gewoon maar zijn leven aan het leiden is. En het is ook wel met insecten af en toe een soort escapisme waar ik in zit. Dat ik dan weer helemaal tot rust kan komen als ik even zo'n insect ga observeren. Dan kom ik even los van mijn eigen race, zeg maar. Waar ik dan de hele dag in zit van ik moet dit, ik moet dat, ik moet dat. En als ik dan naar die insecten ga kijken die gewoon hun leven leven, ook al is er oorlog of weet ik veel wat. Dat gaat gewoon wel door. Dat vind ik dan heel fijn. Nog niet zo heel lang geleden stond ik hier, net als u zelf, te wachten op mijn trein. Helaas zou ik die dag erg lang gaan wachten. Vandaag als founder, general director, manager in PR en HR of V3, weet ik dat ik die allesbepalende dag vol vertragingen mag bedanken. Voor gevoelens, voor gedachtes, maar vooral ook voor dromen. Daar op dat ene perron begon mijn droom. Een droom die vandaag in jullie aanwezigheid werkelijkheid wordt. Ik wil dan ook van deze gelegenheid gebruik maken
om te benadrukken dat ik deze droom niet alleen heb kunnen realiseren. Ik heb het geluk gehad om een fantastisch team samen te stellen. Een team bestaande uit de meest competente werkmensen in hun vakgebied. Dankzij hun gedreven energie, hun trial and error, kan ik vandaag alleen maar trots zijn op de resultaten die wij als Vitri boeken. In de zeer nabije toekomst mogen wij ons dan ook 's werelds enige verkoper van het nieuwste state-of-the-art voertuig noemen. Een voertuig dat moeiteloos alle hokjes achter zich laat. Een voertuig waar de mensheid maar amper klaar voor is. Wij bij Vitri nemen graag iedere potentiële klant die zichzelf als voldoende geschikt bestuurder van zulk fenomenaal voertuig ziet, mee onder onze vleugels. Samen zijn wij Vitri, samen maken wij de toekomst vandaag. Dank jullie wel. Ik heb een opleiding gevolgd in Tilburg, dus ik heb wel in Nederland gewoond ook een lange tijd. En vandaar dat ik ook hier mensen ken die mij deze opdracht hebben kunnen geven. En ik ben geschoold als circusartiest eigenlijk. Ik heb de circusacademie gedaan en ben acrobaat ook. Ik ben ondertussen 9 jaar geleden afgestudeerd. En in dat traject na het afstuderen ben ik eigenlijk begonnen met het medium waarin ik geschoold ben een beetje losser te benaderen. Dus circus als vorm met herkenbare disciplines zoals trapeze en clown en acrobatie vond ik over tijd niet meer zo interessant. Maar de manier waarop er circus wordt gemaakt, dat vind ik wel heel erg interessant. Dat er iets absurd aanwezig is, vaak humor, het lichaam, objecten, dat zijn allemaal dingen die ik heel erg leuk vind. En dat is altijd ook aanwezig in mijn werk. Dus ook het feit dat dit werk hier, wat ik hier gemaakt heb, Vitri, kan je dat lezen als een kunstwerk. Als je goed kijkt, dan zie je dat ook wel. Maar als je misschien in de vluchten kijkt, kan je het ook gewoon echt zien als een bedrijf. En is het helemaal niets kunstzinnig. En het feit dat je de werkelijkheid op verschillende manieren kan bekijken, dat is voor mij belangrijk om mee te geven. Zodat er dat er meerdere perspectieven op de wereld zijn dan maar één perspectief. Wat ik vooral als maker nog wil blijven verder doen, is mijn creativiteit laten afhangen van de locatie waarin ik werk. En dat vind ik echt heel bijzonder. Ik denk dat dat ook voor mijzelf als kunstenaar de grootste trigger is om de dingen die ik doe uit te breiden. Zo'n vitrine maakt dat ik een autosalon heb. Ik heb ook voorstellingen gemaakt in mijn eigen huiskamer voor een huiskamerfestival. Dat maakt dan ook, dat heeft invloed ook op wat ik maak. Volgende maand vertrek ik op residentie naar de Noordpool. Dat is ook weer met het als doel om mezelf te triggeren, om te reageren op zo'n omgeving. Een omgeving die ik totaal niet ken. Ik heb het daarvoor al gezegd, ik ben nog nooit heb ik een hele dag in zo'n vitrine op station gezeten. En dat maakt gewoon dat je dingen bedenkt of wil doen die daar aanleiding toe hebben gehad.